Vandaag is het feest in onze school. Vandaag, zaterdag 2 februari 2013, organiseren meer dan 160 academies van het deeltijdse kunstonderwijs in Vlaanderen een spectaculaire creatieve dag. Alle academies zetten hun deuren wagenwijd open voor het grote publiek en verrassen je met optredens, workshops, concerten en vernissages. Dit jaar staat deze dag in het teken van de kunstkramers. Ook de drie Mechelse scholen voor deeltijds kunstonderwijs, namelijk het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans, de Academie voor Beeldende Kunsten en de Koninklijke Bijaardschool Chef de Nijn, zetten vandaag hun deuren wagenwijd open. Ik ben ongelooflijk blij en heel trots dat mij de leiding van ons conservatorium is toevertrouwd. Onze school heeft een hele rijke geschiedenis ook, die teruggaat tot in 1842. In 2017 zullen wij 175 jaar bestaan. En voor mij is het een heel grote eer dat ik de leiding heb over ons instituut. En vooral ook over een fantastisch team van leerkrachten, een zeer sterk gedreven en gepassioneerd team van zeer sterke pedagogen en zeer goede podiumkunstenaars. Deze dag is eigenlijk op Vlaams niveau ingericht, dus alle 167 academies in Vlaanderen die hebben vandaag dus de dag van het deeltijdse kunstonderwijs. En daar wordt eigenlijk het deeltijdse kunstonderwijs aan zich extra in de kijker gezet door middel van verschillende activiteiten, kleine concertjes, vernissages, dansvoorstellingen. Dus ja, eigenlijk is het vandaag het grote feest, het jaarlijkse feest van het deeltijdse kunstonderwijs. Mechelen heeft heel wat inwoners, meer dan 80.000 nu, en daar zitten heel wat muzikanten in blijkbaar. Ja, absoluut. En ik denk of ik zou vooral onze school naar die mensen willen bekendmaken als een zeer warm nest, een zeer veilige thuishaven, waar de leerling zich 200% thuis voelt in een hele fijne sfeer en waar die zich artistiek en creatief volledig kan ontwikkelen. We hebben in de drie scholen voor deeltijds kunstonderwijs dat Mechelen aanbiedt, dus met name het Stedelijk Conservatorium, de Academie voor Beeldende Kunsten en de Koninklijke Bijaardschool, hebben wij in totaal 3.500 studenten, waarvan het conservatorium het leeuwendeel op zich draagt, 2.200 leerlingen. Onder haar knie zat een gekleurde gebordeerde knieband. Wat was ze snel en wat was ze mooi? Hey Atalanta! Winnen van een bende zwakkelingen is makkelijk. Loop liever eens tegen mij. Ben jij echt nog nooit verliefd geweest? Jij kan dan misschien wel 2 keer per dag verliefd worden. Een eerste keer voor de middag en een tweede keer na de middag. Maar ik niet. Honderden mannen hebben om mijn hand gevraagd. En mij niet één heb ik iets gevoeld. Geen hartkloppingen, geen kriebels in de buik. Niets. Jij bent niet geboren om te trouwen. We staan voor een hele interessante hervorming van minister Smet die er zit aan te komen. Die sinds het verschijnen van de tweede conceptnota erg dichtbij gekomen is. Dus we zijn ons daar ook structureel vooral en ook inhoudelijk grondig op aan het voorbereiden. En los daarvan zijn we ook bijvoorbeeld bezig met de oprichting van een harmonieorkest. We zijn een aantal artistieke uithangborden aan het creëren om ook toch vooral die zichtbaarheid binnen de stad Mechelen groter te maken.